De bond aangesloten bij de Surinaamse waterleidingmaatschappij SWM, die sedert vrijdag in actie is, heeft vandaag deze acties voortgezet. Minister Gil Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen zei ten aanzien hiervan dat zijn ministerie openstaat voor dialoog. De bewindsman hoopt dat de acties spoedig worden opgeschort. Dodson verwachtte dat de bond de adviezen van de bemiddelingsraad zou respecteren en dat ze het werk zouden hervatten. De gemeenschap is er volgens de minister bij gebaat dat er water beschikbaar is. Doordat de CAO-medewerkers helemaal niet werken, heeft het ministerie ter garandering van de watervoorziening stafleden en contractors ingezet. Wij blijven echter openstaan voor dialoog, zegt de minister. Wij gaan voor dialoog, dat is 100%. Maar we zullen niet schromen om waar nodig de nodige correcties te plegen waar het kan. Kijk, het bedrijf heeft een bepaalde strategische functie in de maatschappij. En we willen dat ieder daarvan doordrongen moet zijn. U heeft daarnet ook de president gehoord waar hij de verdiensten van de SWM heeft opgesomd. En wat we allemaal van plan zijn met het bedrijf. Er is heel veel te doen en we hebben alle schouders nodig. Maar wie bewust hun schouder niet onder het werk wil zetten, die moet maar andere dingen gaan doen. Minister Gilio Dodson, met wie onze nieuwsdienst in de marge van de NDP-vergadering heeft gesproken over de SWM-acties. De bondsvoorzitter van de SWM, Rudy Baar, zegt dat het bestuur geen moeite heeft om met de directie te praten. Wij willen zo snel mogelijk een oplossing, liever vandaag dan morgen, benadrukt hij. Uiteindelijk moet de directie de bond uitnodigen voor een gesprek, zegt Baar. Op de vraag wat de bond ervan vindt dat de directie zegt geen loonsverhoging te kunnen uitbetalen, antwoordde Baar als volgt. Dat zeggen zij. Wij vinden dat het kan. En we hebben vorig jaar al zoveel moeten opofferen. En de belofte is toen gedaan vorig jaar, door dezelfde minister waarover u het heeft, dat 2017 veel beter zou gaan met het land. Dat wij dan de schade van 2016 zouden inlopen plus nog 2017. En dat is het geval niet, anders zouden ze gewoon die 500 moeten geven aan ons. We gaan door, er moet een oplossing komen en ze moeten over de brug komen. Daarvoor zijn we in actie. Geen enkele andere reden. Wij willen die 500 SRD hebben doorwerken en we willen die 2000 lumpsum hebben. Is dat geen probleem meer. Rudy Baar, bondsvoorzitter bij de SWM. Hij sprak vanmorgen na de vergadering van de bond in het C47-gebouw. Het werk is sedert vrijdag neergelegd en gaat door totdat er een oplossing komt, zegt de voorzitter.